Mario heeft vandaag de Gouden Mossel in ontvangst genomen. Prijs gepakt. Een prijs gepakt. Het is een prijs. Maar het leuke is dat het is eigenlijk... Daar heb je hem. Ja, heb je hem. Ja, weet de burgemeester erbij zie ja, maar ik ook. Weet jij waar deze prijs op slaat? Nee. Nergens op. Nergens op. Die is gewoon 10 jaar geleden door Joop Seilaert in het leven geroepen. Dat hij commerciële truc. En dat was een truc om 125 Rotterdammers bij elkaar te halen en gewoon lekker 's middags lekker te zuipen. En nou ja, en nou zitten Mario en Astrid zitten met die Gouden Mossel in hun maag natuurlijk nu. Want je kan je voorstellen, Johan, als je over 20 jaar in een bejaardenhuis zit en dat ding staat daar op die schoorsteen, dat je toch bij jezelf denkt, ja, wat moet ik ermee, weet je? En iedereen die op je verjaardag komt en vraagt waar heb je dat aan te danken, die moet je uit gaan leggen dat het eigenlijk nergens op slaat. Maar hij heeft zijn prijs binnen, dat is belangrijk. Nee, ja, ja. En ergens woensdag krijgt hij de gouden fietsbel, heb ik gehoord. Die gaat hij in Kralingen, gaat hij die ophalen. Ja, ja.